Nou, zeer welkom, dames en heren, want het is vanochtend een belangrijke ochtend omdat wij onze GOA's, zoals ze in de wandeling heten, gemeentelijke opsporingsambtenaren, officieel willen presenteren aan de Nunense gemeenschap. Zodat iedereen zich weer eens realiseert dat de openbare ruimte in Nune eigenlijk van alle Nunenaren is. Dat betekent geven en nemen. En dat betekent rekening houden met andere mensen. En dat betekent ook dat je sociaal moet gedragen in die buitenruimte. En dat betekent natuurlijk vooral dat je je moet houden aan de afspraken die we ook met elkaar maken. Nou, het eerste dat natuurlijk opkomt is parkeren. Bij scholen, op invalide parkeerplaatsen, bij de markt, de weekmarkt, bij de winkelcentra. Af en toe zal er ook op het terrein van overlast van hangjongeren wat gaan gebeuren. De pers zullen we heel erg nodig hebben. Daarbij laat dat heren ook helder zijn. Omdat we graag natuurlijk het Lon en Ron de Linde daar ook voor willen gaan gebruiken om bekendheid te geven. Een van de twee is de heer Jos van Rooij. Dat ben ik. Ja, natuurlijk. Jos van Rooij. Ja, ga je gang. Ik ben Jos van Rooij en ik ben werkzaam hier vanaf 1 september. Ik ben vorig jaar in oktober hier gestart als gemiddelde opsporingsambtenaar. Ik heb inderdaad hier al wat meer jaar ervaring in het werk. Op een andere locatie opgedaan en andere plaats. Ja. Ja. Mij valt dus op inderdaad dat de meeste gemeenten toch allemaal met dezelfde problematiek kampen. Ja. Zoals de burgemeester al heeft aangehaald, het hondenbeleid. Mensen dus illegaal afval dumpen her en der tot overlast van anderen. En daar zijn dus inderdaad zaken die eigenlijk veel overeenkomsten vertonen. En ook de nodige aanpak inderdaad vereisen. Mm-hmm. En, mijn collega en ik, we zijn er ook alle twee van doordrongen dat wij meer resultaat zullen behalen door met de mensen hier in instantie over te praten. In plaats van een meteen procesverbaal uit te schrijven. Ik wil wel even aangeven dat het procesverbaal schrijven een laatste stok achter de deur is die wij zeker wel willen hanteren, zullen gaan gebruiken. Mocht er op een gegeven moment in de situatie geen verbetering zich aanbieden. Jos, jij zegt dat je vanaf 1 september meedraait, meeloopt, bekeken hebt. Zijn er echt zo pijnpunten in u? Dat je zegt van, god, dat zit daar structureel niet goed, wat betreft verkeersregels, wat betreft de ruimte van doorgang? Ja, het Parkstraat is met verkeer is me heel erg opgevallen, zeker met parkeren en ook met de inrichting. Wij hebben dus recentelijk met onze collega van verkeerszaken van de gemeente Nuenen hebben wij onderhoud gehad. Ja. We hebben tot nu toe een kleine inventarisatie gemaakt inderdaad van de punten die u net aangaf. Mm. Wat doen we daarmee als gemeente? Laten we de mensen blindelings hun eigen keuze maken. Nou, wij hebben dus gezegd van we gaan inventarisatie maken. De punten die wij aandragen van nou, hier moet qua infrastructuur een bepaalde verandering in worden aangebracht. Ja. Die situaties leggen wij vast op foto. Die dragen we over aan onze collega's van verkeerszaken. Met onze bevindingen erbij, op dat moment wat de situatie is, wordt er door hun een oordeel genomen. Van, moeten we daar met betrekking tot de infrastructuur bepaalde veranderingen aanbrengen? Nou ja. En zo ja, welke doelen komen wij hiermee te goede? Ja. En hoe lossen wij de bestaande problematieken, die er misschien al jaren een beetje vergeten liggen, hoe lossen we die op dat moment op? Okay. Dus daar wordt de nodige aandacht momenteel aan geschonken. Mm-hmm. Oké. Okay. Jurgen, het verschil in de bevoegdheden van jullie en een normale politieman. Een politieagent is misschien zoals u weet, artikel 141 strafvordering ambtenaar, algemene opsporingsbevoegdheid toegekend. Ja. Wij zijn artikel 142 strafvordering, ja. Wij zijn dus de buitengewoon opsporingsambtenaar. Ja. Daar kun je het beste vergelijken met het volgende voorbeeld. Wij zijn alle twee een politieambtenaar met beperkte opsporingsbevoegdheid. Ja. Onze werkgever, in dit geval de gemeente, die kleedt ons aan met bevoegdheden waarvan de werkgever vindt dat zijn taken die onze GOA's moeten gaan handhaven, moeten gaan controleren. En om dat werk naar behoren te kunnen vervullen, geven wij hen daarvoor, via minister van Justitie, bepaalde bevoegdheden die de werkgever aanvraagt. Ja.
die waar je dan achter van opsporingsbevoegdheid krijgt aangetekend. Wat zijn jullie bevoegdheden dan? Wat doen jullie dan wel? Nou, zoals wij dus net al hebben aangegeven, dus een programmatische handhavingskalender gemaakt. Hmm. Wat inhoudt wij dus de meest voorkomende zaken uit de APV handhaven. Ja. Daarnaast zijn er ook de algemene plaatsverordening, of vroeger zelfs wel de algemene politieverordening. Ja. Nou, er staan heel veel zaken in, zoals onder andere wat we al aanhaalden, het omgaan met afval, het hondenbeleid, met betrekking tot het illegale gebruik hebben van gemeentegrond. En dus projectmatig pakken jullie in een stukjes zaken aan. Duurde het ook samen, Jos? Ja. Tegelijkertijd op straat, bedoel ik zo goed? Gedeeltelijk samen en gedeeltelijk alleen. Jullie zijn fulltime, 40 uur in de week, 38 uur? 36 uur. Alle twee, 36 uur. Ja. 36 uur. Is er een bepaald quotum of een idee dat hier heerst, of jullie zelf hebben, wat je per jaar schrijft, om het zo even rechtlijnig te zeggen? Is er wel een schrijfgetal? Nee, daar hebben we geen afspraak over. Ja, u gaf zelf net al aan dat ook de combinatie met andere beleidsvelden hier in de wijk werken, dat we ook meer willen intensiveren, dat je dus ook met buurten in contact kan zijn om tot verbeteringen te komen. Jos, hebben jullie ook een bepaald nummer dat jullie te bereiken zijn, of onderweg, of via dit huis, als er iemand iets constateert of vragen van, hey, dat is typisch iets voor onze gemeentelijke opsporingsambtenaar. Kunnen ze jullie bereiken of moet dat via allerlei kanalen ook? Wij hebben hier een balie, een Belgische klachtenbalie, zeg maar, van de GGZ. Ja. In principe daar komen En in onze gedigitaliseerde gemeente zullen wij onze website www.nunen.nl ook intensief gaan gebruiken ter ondersteuning van wat we alles allemaal doen. Ik wil er wel even op inhaken. Ja. Met betrekking tot mensen die dus klachten hebben en melden bij de gemeente. Ja. Voor alle duidelijkheid, wij hebben dus binnen de gemeente een digitaal registratiesysteem. Ja. Waarin dus elke klacht van elke bewoner, burger van de gemeente Nuenen, die worden serieus aangenomen. Dat houdt dus in, die klacht wordt geregistreerd. Ja. Wij krijgen via een meldingssysteem die klacht onder ogen. Ja. Wij gaan ter plaatse kijken. En wij informeren ook altijd de mensen die dus een klacht hebben aangemeld, bellen wij terug. Die terugkoppeling? De terugkoppeling. En in dezelfde maand? Zo gauw als wij enige informatie kunnen loslaten, die inderdaad tot duidelijkheid en oplosbaarheid van een bepaalde situatie hebben geleid, dan melden wij dit aan de melder terug. Omdat mijn ervaring is dat er niks zo vervelends is in de maatschappij als dat een burger bij de gemeente aanklopt om advies of om informatie. Ja. En die laat je vervolgens aan zijn lot over. Ja. Jurgen, het volgooien van kleine afvalemmertjes langs de wegen door particulieren, is daar iets aan te doen? Buiten de ophaalrechten, wat omlaag brengen misschien van de duco's. Ja. Kijk, ik moet zo zeggen, al die afvalbakken die door de gemeente in de openbare ruimte worden geplaatst, die hebben een bepaalde discipline. Ja. Niet iedereen, niet iedere burger die huishoudelijk afval heeft, die mag dan maar het pas en onpas overal gebruik maken van de afvalbakjes. Ja. Wij hebben natuurlijk wel de mogelijkheid, als wij zicht krijgen op een bepaalde locatie waar dus een prullenbak bijvoorbeeld staat, en daar staat met regelmaat vuilniszak bij of andere afvalstoffen worden erin geduwd of gepropt en geforceerd, dat wij dus op zo'n locatie dus gaan posten, gaan controleren. En mochten we daar iemand aantreffen die dus op heterdaad, want dat praat dan als je strafrechtelijke zaak gaat bekijken over aantreffen die daar dus zo huishoudelijke afvalstoffen in deponeert, dan wordt zo'n persoon daarvoor verbaliseerd natuurlijk. Dan krijg je een bon. Ja. Geen discussie. Dan weet ik geen discussie. En uiteraard zeer veel dank aan de LOL ook voor het feit dat zij een groot publiek met onze nieuwe gemeentelijke opsporingsambtenaren hebben laten kansen maken.